Lars, wat leuk dat je er allemaal weer bent. Vandaag ga ik een koffie testen. Weer een gekoelde koffie uit de supermarkt. En dit keer is het een latte macchiato. Een latte macchiato, die had je toch al gehad? Ja, dat klopt. Maar nu een iets goedkopere vorm. Ik weet dat het Douwe Egberts ook eentje had. Die vond ik, maar die was lekker, maar het kan toch beter. En nu heb ik er eentje van de Aldi. Een mooi gevormd bekertje. Het ziet er luxe uit, vind ik zelf. Je zou haast zeggen, het is een koffie die ze misschien hadden kunnen schenken bij bijvoorbeeld een luxere restaurant of een soort van Laplace-achtige restaurant. Deze koffie, tenminste dat zeggen ze, is een 100% Arabica koffie. De suikers, de room. En alles wat er allemaal in hoort om een koffie lekker te maken. Ik hoop niet dat daar te veel van in zit. Dat het een beetje de smaak kan bederven. Ja, je zou eigenlijk niet zeggen dat het een goedkope koffie is. Qua verpakking dan. Maar goed, nu de smaak. Is ook erg belangrijk. Ja, zal ik eerst even schudden weer. Oh, kijk. Deze is wel heel erg licht. Dat had ik niet verwacht. Beetje een melkbakje, maar ja, in principe hoort dat ook. Goed, ik ga proeven. Ik zou zeggen, op uw gezondheid. Zo. Ik zei dus, dit zou een koffie kunnen zijn die ze schenken bij een soort van een Laplace. Sterker nog, dit zou zelfs een koffie kunnen zijn die ze bij Starbucks schenken. Want zo lekker vind ik hem nou. En in principe ben ik niet eens een fan van deze koffies, van ijskoffie. Ik heb hem toch liever warm. Maar deze is best goed te drinken. Ik zou zeggen, bravo. Bravo Aldi, ga zo door. Dit was Kraait & Jelles met een latte macchiato van 100% Arabica bonen van de Aldi. Ik wens ik u nog een hele fijne dag. Dag.